Schaamlipkanker is kanker van de uitwendige geslachtsorganen, dus het gebied van de schaamlippen, de clitoris, de plasbuis en de vagina. Schaamlipkanker is een zeldzame vorm van kanker en komt in Nederland ongeveer 400 keer per jaar voor. Het is een ziekte die met name wordt gezien bij oudere vrouwen. Risicofactoren voor het ontwikkelen van schaamlipkanker zijn onder andere het hebben van lichensclerosis, maar ook een HPV-infectie geeft een verhoogd risico op schaamlipkanker. Schaamlipkanker wordt over het algemeen chirurgisch behandeld. Voor tumoren die chirurgisch te verwijderen zijn, geldt dat er een ruime lokale excisie wordt verricht, waarbij de tumor met een marge van ongeveer 1 cm schoon weefsel rondom wordt verwijderd. Voor tumoren die kleiner zijn dan 4 cm, kan de poortwachtersklierprocedure worden verricht. Hierbij wordt de eerste lymfeklier in de lies opgespoord die uitzaaiingen zou kunnen bevatten. Wanneer de tumor groter is dan 4 cm, weten we niet of deze procedure veilig genoeg is, dus worden alle lymfeklieren in de lies verwijderd. Een deel van de patiënten komt in aanmerking voor bestraling na de operatie. Een reden om te bestralen is wanneer er uitzaaiingen worden gevonden in de lymfeklieren in de liesem. Ook wanneer achteraf blijkt dat de tumor niet in zijn geheel is verwijderd, kan dit een reden zijn om aanvullend bestraling te geven. Soms wordt schaamlipkanker gediagnosticeerd in een gevorderd stadium. En is de tumor dusdanig groot of ligt die heel dicht tegen de anus of tegen de plasbuis, dat een operatie niet goed mogelijk is of alleen mogelijk is met het meenemen van de anus of de plasbuis. Een alternatieve behandeling kan dan zijn in de vorm van bestraling in combinatie met chemotherapie. Deze behandeling is erop gericht om de tumor in zijn geheel te laten verdwijnen. Onderzoek in Nederland naar de behandeling van schaamlipkanker is erop gericht om alternatieve behandelingen te vinden die minder schade toebrengen aan de patiënt. Bijvoorbeeld de gevolgen van het verwijderen van alle lymfeklieren in de lies zijn groot. Veel patiënten krijgen te maken met lymfeudeem en dat heeft invloed op de kwaliteit van leven. In een recent groot internationaal onderzoek hebben we aangetoond dat voor patiënten met een uitzaaiing in de poortwachtersklier bestraling van de liezen net zo effectief is als het verwijderen van alle lymfeklieren. Alleen bestraling van de lies gaat gepaard met veel minder bijwerkingen en geeft daardoor hopelijk een betere kwaliteit van leven. Verder weten we tegenwoordig dat er twee types schaamlipkanker zijn. Het eerste type is gerelateerd aan huidaandoeningen als lichensclerosis. Het tweede type is gerelateerd aan een infectie met het HPV-virus. Uit onderzoek weten we dat deze twee typen verschillen in prognose. Onderzoek in de toekomst moet uitwijzen of deze typen ook een andere behandeling behoeven.